Hallo allemaal, wij zijn nu bij Epos en wij krijgen zo een rondleiding en nou, kom maar mee. Epos, we gaan deze meneer een paar vragen stellen en hopen dat hij antwoordt. Nou, goedemorgen. Nou, kunt u zich even voorstellen? Ja, ik ben Peter Drent en ik kom uit Heemskerk vandaan. Sinds wanneer werkt u bij Epos? Ik werk sinds 1990 bij Epos. Oké, best lang. Dat is al 23 jaar. Okay. Wat is uw functie bij? Ik ben productiemanager. En dat houdt in dat ik de dagelijkse leiding heb over de drie productieafdelingen bij Epos. Waar staat Epos eigenlijk voor? Epos staat voor kwalitatief hoogwaardige producten voor de levensmiddelenindustrie. Wat maken jullie eigenlijk bij Epos? We maken kruiden, specerijen, marinades, sauzen, hulpmiddelen voor levensmiddelen. En ja, dat is wat wij produceren. Oké. Okay. Hoe lang bestaat Epos eigenlijk? Epos is opgericht in 1960 en is in 2000 overgenomen door de Biesenvoer. En is samengegaan met nog drie of vier andere bedrijven. Maar is uiteindelijk opgesloten om de naam Epos te blijven houden. Wij kunnen wel een afdeling laten zien. Ja. Hoe bewerken jullie de producten? Dat gaan we zo meteen zien als we de fabriek. Is goed. Zoals je ziet, hier hebben we een aantal grondstoffen die we gebruiken in de fabriek: kardamom, nootmuskaatheel, jeneverbessen, mosterdzaad, peper zwart, wit, vier seizoenenpepers. En dit zijn allemaal in zijn originele vorm. En het meeste wat wij gebruiken hier is allemaal gemalen. Dus die peperbolletjes die worden dan helemaal fijn gemalen tot poeder. En dat verwerken we dan in onze kruiden. En dat gebeurt ook met de kardamom en met de peper. Met de vier seizoenenpepers. Okay. Ja? Ja? Om je een beetje een idee te geven van wat we... Dat weet je nog niet, die mag jij zo. Oké. Nou, ja. Kom vanuit elkaar binnen. Hola. Hey. Goedemorgen. Nou jongens, de operatie begint. Op naar de patiënt. Nou, daar gaan we. Waar ze alle Epos mannen zich omkleden. Daarna gaan we nog naar de schoonmaakruimte. Nou, zoals je ziet hebben we hier verschillende afdelingen. We hebben een natte productie, een droge productie en een allergeenvrije productie. Je ziet hier al dat je de juiste kleding aan moet hebben om hier te mogen komen. Ja. Kan je hier ook duidelijk zien welke mensen welke kleding moeten aan hebben op de verschillende afdelingen. Dus als je op de natte productie of op de droge productie werkt, heb je witte kleding aan met een blauw petje. Nou, dat zien jullie ook. Ze hebben jullie zelf ook allemaal aan. Witte jas, blauwe pet. Voor mij geldt hetzelfde. En de blauwe kleding met de rode pet is voor de allergeenvrije afdeling. Daar mag niet op komen. Wat is nou eigenlijk de natte en de droge afdeling? De natte afdeling gaan we nu heen en dan kunnen we het proces bekijken hoe we sausen gaan draaien. Je maakt het op een schoen schoon. Steek je handen erin. Krijg je. Nou, Scott. Knop. We gaan op de borstels. Met de camera. De borstels. Let's go for it. Yeah. Ja! Nou, we zijn door de borstels heen. En handen met zeep, gewassen, gedroogd. Heer! Als je hier nu naar beneden kijkt, dan zie je wat grondstoffen staan aan de voorraadmagazijn. 10 leidingen naast elkaar die gekoppeld zijn aan onze mainketels. Daar gaan we nu op kijken. De voorwerkingsruimte. Hier worden de blikken opengemaakt en wordt eventueel uien en augurken gekuurd, zodat we die kunnen verwerken door onze saus heen. De hengmachine? Ja, zoals je ziet hebben we hier 5 ketels staan. En die ketels hebben een inhoud van 1650 liter. En dan produceren we knoflooksaus in, nou, bijvoorbeeld. Dat is knoflooksaus. Zoals je nu ziet, is dit de knoflooksaus. Die is bijna klaar en moet beneden afgevuld. Lekker. En dat gebeurt op deze afdeling. Hier hebben we nog een kleine knoppen staan waar we de premix in maken. We stoppen daar wat basisingrediënten in. En hier maken we onze premix in aan en die komt naar de tank toe. En dan
via die kast. Wacht op het 0% voltooid is. En dan gaan we beneden af. Dat is wat hier boven gebeurt. We hebben het afvalwerk en maken we ze klein en dan laten we ze ophalen op een ijzerpunt. Ja, dan reduceer je het afvalwerk weer en dan wordt het gerecycled. We verkompen naar elke ketel die hier boven zou staan. Dus boven hebben we die 5 ketels voor 1650 liter. En daar kunnen we al die basisingrediënten naartoe pompen. De bokken die je hier ziet, daar staan allemaal basisingrediënten op. En die basisingrediënten kunnen we verpompen naar de 5 ketels die we boven hebben. Nou ja, zoals je ziet zit er een trap op dat die automatisch overgaat, automatisch afsluit. Er zit een flowmeter op om te merken, om te kijken hoe de doorstroming is en wanneer de pomp uit en aan moet. Oké. Wanneer zie je wanneer zo'n tank vol is? We doen bij inslag weten we hoeveel kilo er in één zo'n tank zit. En die heeft ook nog een eigen identiek nummertje. En daar boeken we dan af van het systeem als we producten maken. Dus als we 50 kilo gebruiken, dan wordt er van bijvoorbeeld 900 kilo 50 kilo afgeboekt. Dus weten we dat er nog 8,50 in zit. En zo gaan we terug. Dus beneden op de productieafdeling. We hebben hier vier productielijnen. Deze eerste productielijn die we voornamelijk grote silo's en tanken afvullen. Deze productielijn doen we voornamelijk de emmers. 10 liter, 12 liter, 5 liter, 2,5 liter. De derde productielijn is hetzelfde als de tweede. Alleen daar kunnen we ook nog kannetjes afvullen, cans. Van 5 kilo en van een kilo. En de laatste productielijn is een kleine bak op. En dat zijn die kleine bakken die ook in de supermarkt zijn. Het is de semi-ontwikkeling. Het gaat over de achterlijn met kaal gedetecteerd. En dan eindelijk verpakken in de dozen of in de flesjes. En dan EPOS stelt de klant centraal, dus de klanten die bepalen eigenlijk wat wij produceren, wat we maken. Wij helpen de klanten ook met alles, dus als ze problemen hebben met een bepaald proces, hè, dan hebben wij hier medewerkers die naar de klant toe gaan en dan laten zien en uitleggen hoe ze ons product moeten verwerken. En EPOS die hanteert vandaag voor 12 uur gebeld, is morgen in huis. Dus wat we niet op voorraad hebben, wordt vandaag nog geproduceerd en morgen uitgeleverd naar de klant. En daar zijn we best wel uniek mee. Ja, dat klopt.